Goedenavond. Rusland heeft prominente gevangenen die al lang vastzaten vrijgelaten. Een van hen is journalist Evan Gerskovich van de Wall Street Journal. Het gaat om een gevangenenruil waarbij de Verenigde Staten en een aantal Europese landen zijn betrokken. Het is de grootste ruil sinds de Koude Oorlog met 24 gevangenen en ook 2 kinderen. Onder de gevangenen die Rusland terugkrijgt is een veroordeeld moordenaar. Even voor 3:30 vanmiddag landt in Turkije een Russisch vliegtuig met aan boord zeker 16 vrijgelaten gevangenen. Welcome back everyone. The major breaking news happening as we speak. A massive prisoner exchange is underway between the United States and Russia, expected to include high-profile jailed Americans Paul Whelan and Evan Gershkovich. Applaus op de redactie van de Wall Street Journal. Journalist Evan Gerskovich werd onlangs in een schijnproces veroordeeld tot 16 jaar werkkamp. Rusland had hem begin 2023 opgepakt. Hij zou spioneren. У вас есть какие-то вопросы по приговору? Нет. Все, судебное заседание окончено. Evan, мы тебя любим. Hij komt nu vrij, net als deze oud-marinier Paul Whelan, die al 6 jaar gevangen zit. Ook hij is valselijk beschuldigd van spionage, net als journaliste Alsur Kurmasheva, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Well, good afternoon. And this is a very good afternoon. Omringd door familie spreekt president Biden het land toe. This is an incredible relief for all the family members gathered here. It's a relief to the friends and colleagues all across the country who've been praying for this day for a long time. En er komen ook Russische burgers vrij, onder wie Sasha Skorchilenko. Zij kreeg maar liefst 8 jaar cel omdat ze in een supermarkt prijskaartjes verving met het Russische dodental van de oorlog in Oekraïne. Ook vrij Ilya Yashin, bekend van de oppositie, net als de Brits-Russische Viktor Karamurza. Rusland krijgt zeker 8 mensen terug, onder wie deze Vadim Krasikov, veroordeeld voor moord in Duitsland op een tegenstander van Rusland. Dit zijn beelden van de uitwisseling in Turkije. Over sommigen is er jarenlang onderhandeld. Maar de komende uren vliegen de nu ex-gevangenen hun vrijheid tegemoet. Op de redactie onze Rusland-correspondent Olaf Koens. Olaf, Biden is dus opgetogen over de deal, maar hoe bijzonder is dit nou? Nou, dit is natuurlijk heel erg bijzonder, Robbie. Zeker voor de familie en vrienden. Dit zijn de laatste beelden die we zien. Dit zijn de mensen die eindelijk in vrijheid komen. Mensen die soms jarenlang in de gevangenis hebben gezeten. En het is natuurlijk bijzonder, hè? Op het moment dat de oorlog in Oekraïne nog steeds in alle hevigheid doorwoedt, dat de spanningen tussen Rusland en het Westen steeds verder oplopen, ja, dat er nog steeds gepraat wordt, dat er nog steeds onderhandeld wordt en soms dus met succes. Maar Olaf, daar staat natuurlijk wel iets tegenover. Ja, daar staat zeker iets tegenover. Hè. Geharde criminelen, een moordenaar zelfs, die komen weer op vrije voeten. En het enige wat Rusland daarvoor hoeft even doen is het oppakken en het vastzetten van onschuldige journalisten en activisten. En daar zit hem ook wel de crux. Daar maken toch een hoop mensen zich zorgen over. Hè. Als dit in de toekomst vaker gaat gebeuren, ja, lopen allerlei mensen groot gevaar. Dus het is een opluchting voor een hoop mensen, maar wel een hoop zorgen voor de toekomst dat we dit nog wel eens vaker zouden kunnen zien. Olaf, dankjewel.